Marieke Jager aan tafel, singer-songwriter uit Beuningen. Net een nieuw album uit. En daarvoor reizen ze naar Wales om dat te mixen samen met een Grammy-winnaar. Ja. Die ook de mixer is geweest van Tom Waits en Elvis Costello. En die ook nog eens heel erg lekker kan koken. En die ook nog eens heel erg lekker kan koken, ja. Je hebt echt lovende recensies gekregen voor je cd. Je hebt hem trouwens ook in vinyl is hij er natuurlijk. En in een blikje. Ja, dat is, ik moet toch even vertellen hoor. Dus een blikje, een soort special edition. Daar zit dan een sloop, een kussensloop in. Dan kun je dan om je kussen doen. En er zit een cd in natuurlijk. En er zit een, in sommige blikjes, of in één blikje, van de, weet ik niet, een golden ticket. Ja. En als ik het goed heb begrepen, dat als mensen dat golden ticket vinden, kom jij ze in slaap spelen. Ja. Dat heb ik geroepen. En dat ga je ook doen? Jazeker, ja. Een van die blikken zit hij. En het is een beetje gebaseerd op Roald Dahl, hè? Willy Wonka. Ja, met de chocolade. Ja, chocolade-cd. Dus een gouden ticket. En hij is er nog niet uit. Dus ergens in Nederland. Terwijl in Nederland? Ja, ik kan niet via het internet ergens in Tibet terecht zijn. Nee, maar als een Tibetaan denkt van, hé, dat is een leuk plaatje, dan kan het best zijn dat ik naar Tibet moet. Ja, om daar een Tibetaan in slaap te zien, is dat niet prachtig? Laten we even een stukje gaan luisteren naar de muziek van Marieke. Oh, keep me warm, touch my face, hold my breath. Mooi, hier komt ze uit. Die titel is overigens niet voor niks, want we hebben het al geroepen in de uitzending. Jouw inspiratie komt uit de nacht en uit het ochtends kopje koffie, hè? Ja, ik ben dol op echte goede koffie, met de hand gemalen. Dus daar waar je ook heel hard voor moet werken. Dan ben je eigenlijk wel een kwartier bezig met je kopje koffie, maar dan heb je ook al. Dus, maar de nacht is inderdaad... Ja, ik denk dat die plaat, die heet Here Comes the Night, omdat sowieso het nummer Here Comes the Night, het eerste nummer op de plaat, was wel al heel snel een van mijn favorieten. En je gaat op zoek naar een titel, dus eigenlijk toen die plaat vorderde en ik de liedjes schreef en toen gingen we de studio in en dan krijgt het een geluid en toen werd het ineens heel spannend en verhalend en filmisch en toen ineens ontstond dat sfeertje van de nacht, dus toen viel ook het kwartje. En toen was het heel duidelijk dat het Here Comes the Night was. Hoe lang ben je aan het schaven dan, voor dat kwartje valt? Nou ja, wat dat was even een gekke tijd van, ik heb... Nu, voor deze plaat heb ik eerst een half jaar helemaal niet kunnen schrijven. Dat maak je ook mee, dat je gewoon geen inspiratie hebt. Dat is heel lastig. En daarna kwam er heel veel ineens. Dus dat is dan weer heel lekker. En dan ga je eerst repeteren, pre-productie doen. Dus alles al een keertje uitproberen. Kijken wat werkt en niet werkt. Nou, en dan ga je de studio in. En dan wordt het gemixt en gemasterd. Dus daar ben je wel een jaartje mee zoek. Wat heel bijzonder is, is dat jij eigenlijk je eigen platenmaatschappij bent, hè? Ja. Morning Coffee heet vandaar heel toepasselijk. Morning Coffee Records. Dat is handig, denk ik, want dan heb je alles in eigen hand. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook, dan moet je ook met dingen bezig zijn die heel anders zijn dan muziek maken. Ja, alles komt erbij kijken. Eigenlijk, vooral in het begin was muziek maken eigenlijk maar een paar procent van je tijd. En dat is helemaal niet tof. Daar kom je ook heel snel achter. Maar ja, er komt veel meer kijken bij muziek maken. En normaal heb je daar een heel team bij, wat dan bij zo'n platenmaatschappij zit. Maar nu zijn we dat zelf. Dus ik doe dat samen met Henk Jan ook, de toetsenist en bassist. En in het begin deden we echt alles zelf. En nu, in de laatste jaren, hebben we ook dingen kunnen uitbesteden. Dus kun je dat ook zelf, laat je dat toe? Of ben je een control freak, dat je alles in handen wil hebben? Ja, ik hou wel van de controle, want ja, ik weet wel wat ik tof vind en wat ik niet tof vind, dat vooral. Maar op een gegeven moment, het is even zoeken naar mensen ook die hetzelfde denken en hetzelfde willen als jij. En we hebben bijvoorbeeld, we hebben nu echt een jongen gevonden van Pankra die ontwerpt. En dat is echt een schot in de roos. Dus die maakt precies ontwerpen en die denkt met ons mee. Die vindt dat blik helemaal te gek. En die komt bij ons een dagje knutselen als we al die blikken gaan inrichten en zo. Dus die houden er lekker bij. Kortom, dan valt het uiteindelijk allemaal op zijn plek. Ja. En dan nog is het gewoon knokken, hè, om als artiest, als muzikant je hoofd boven water te houden. Ja, absoluut. Ja. Het wordt er niet makkelijk op. Jij gaat binnenkort de grote zalen wel in. We gaan jou op allerlei plekken kunnen zien. In Paradiso onder andere. Ja. In Luxor, dat is toch ook op 20 mei? 20 mei in Arnhem. Ja. En de Mariekeloop gaat ze lopen. Is het niet?
niet leuk. Marieke Niedermeyer, om die reden neem ik aan, of niet? Ja, zo is het begonnen. Ja. En dan heeft ze dus, ja, ja, ja. Ik kan niet meer terug. Dus ik word ook elk jaar weer geweld door de organisatie van je doet toch wel weer mee. En dan zeg ik ja. En dan moet je trainen. Hoeveel kilometer ga je doen dan? 10. Zo. Ja, dat is de grootste afstand. Het is 5 of 10, dus ik... Ze doet alles gewoon. Nou. Met haar eigen platenmaatschappij, hardlopen en muziek maken. Mooie muziek maken. Ja. En,